heel erg belangrijk en ontzettend goed dat jullie dit bespreekbaar maken. Het gaat er wel ergens over. En ik denk dat het een goed begin is voor links om op deze manier kritisch te kijken naar onszelf. Links betekent voor mij sociale rechtvaardigheid, menselijkheid en solidariteit. En links is wat mij betreft geen links als het zich niet ferm uitspreekt tegen racisme. Ik denk dat links helemaal geen bestaansrecht heeft als het zich niet uitspreekt tegen racisme. Voor mij persoonlijk is opkomend ongure politieke klimaat de reden geweest überhaupt waarom ik politiek actief ben geworden. En ik denk dat racisme verschillende vormen heeft. Hè? Bijvoorbeeld institutioneel racisme, en daar wil ik mezelf nu even op focussen. Institutioneel racisme, een vorm van racisme die wat mij betreft op een hele nadrukkelijke en indringende manier de levens van mensen beïnvloedt. Met name in het onderwijs, in ons onderwijssysteem, ook vanwege de politie. Mijn oom, die woont in Amsterdam-Belmer, en het is stevast het geval om de paar weken dat hij wordt aangehouden als hij met zijn auto rondrijdt in de Belmer, omdat men vindt dat zijn profiel niet matcht met het soort auto wat hij rijdt. En voor heel veel mensen, met name jonge mannen met een multiculturele achtergrond, is dat echt dagelijkse realiteit. We spreken al 40 jaar over het probleem van etnisch profileren. En het is nog steeds niet gelukt om dat probleem te tackelen. Het is linkse partijen niet gelukt om dat probleem te tackelen. Ook linkse burgemeesters is het niet gelukt om dat probleem te tackelen. Ik kom zo meteen op een oplossing waarvan ik denk dat wij echt tot een verandering zouden kunnen komen. Maar we zien het ook in ons onderwijssysteem. De afgelopen jaren merken we heel nadrukkelijk dat de kansenongelijkheid in ons onderwijssysteem aan het toenemen is. En het zijn met name kinderen, leerlingen met een multiculturele achtergrond, die nadelige negatieve effecten van die toenemende ongelijkheid nadrukkelijk ervaren. Kinderen in Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld, Amsterdam-Belmer. Slechts 30% van hen die krijgt een HAVO-VWO-advies, terwijl dat voor kinderen in Amsterdam-Zuid 90% is. Dat is een hele duidelijke vorm van ongelijkheid. Volgens de onderwijsinspectie de afgelopen jaren is dat met name heel erg te wijten aan het feit dat te veel scholen en leraren nog te maken hebben met vooroordelen, lage verwachtingen en onderadvisering ten opzichte van kinderen met een multiculturele achtergrond. Dat leidt natuurlijk tot heel veel problemen en we lopen als samenleving ontzettend veel potentieel mis. Want ik denk dat het leidt tot veel meer uitval, schooluitval. Dat die kinderen die moeten vaker stapelen binnen het onderwijs en dat kost het individu veel meer geld, veel meer tijd en veel meer doorzettingsvermogen. En ik denk dat dat echt een nadrukkelijke bedreiging is voor de sociale cohesie in onze samenleving. En natuurlijk op die waarden die ik net benoemde, zoals sociale rechtvaardigheid, solidariteit en menselijkheid, eerlijk gezegd, denk ik zelf ook. Maar er zijn wel een paar scholen in Amsterdam die op een hele goede manier laten zien dat ongeacht de sociale kenmerken van die kinderen, kinderen die zogenaamd risico hebben op een onderwijsachterstand, er zijn scholen in Amsterdam die bovengemiddelde prestaties weten te leveren met deze kinderen. En ik denk dat dat soort scholen echt voorbeeldscholen zijn voor de rest van Amsterdam. En hoe komt het dat die scholen dat doen? Dat komt natuurlijk omdat die scholen een visie hebben, een hele duidelijke visie hebben. Ze hebben geloof, vertrouwen, maar ook hoge verwachtingen van de kinderen. Maar ik denk zelf dat het de belangrijkste reden is omdat zij echt nadrukkelijk ruimte geven aan leraren met een multiculturele achtergrond op die scholen. We zien ook aan dat soort scholen dat de schoolbesturen van die scholen etnisch divers zijn. Dus ik denk echt dat dat de oplossing is voor het probleem van toenemend ongelijkheid in het onderwijs. Helaas lukt het de meeste scholen niet om dat probleem te tackelen. Kort samenvattend wat ik hiermee wil zeggen, verwijst het ook naar het probleem van etnisch profileren. We spreken hier al 40 jaar over. Ik denk dat wij als samenleving echt een verandering moeten toepassen. In de top van de politieorganisatie, in de top van de politiek, in de top van de overheid. Ik denk echt dat het de tijd is dat mensen met een multiculturele achtergrond in Amsterdam, Amsterdam is een multiculturele stad, dat zij niet meer moeten accepteren dat zij een rol als figurant hebben in beleid bijvoorbeeld. Ik denk dat het nu tijd is dat mensen met een multiculturele achtergrond
hun plek als hoofdrolspeler gaan opeisen. Ik wil een Marokkaans-Nederlandse burgemeester in Amsterdam. Ik wil een Surinaams-Nederlandse baas bij de politie hebben. Ik denk dat dat de oplossing is voor het probleem waar wij op dit moment mee te maken hebben. Echte multiculturaliteit, echte diversiteit in de organisaties, in de top, daar waar beslissingen worden genomen, zodat wij over 40 jaar niet nogmaals praten over dit probleem. Dankjewel, dat was ontzettend duidelijk. Over, weet je wat zo interessant is als jij zegt over, ik ga me niet overal mee bemoeien hoor, maar over scholen. Het is destijds, het feminisme is al uitgevonden dat meisjes het op school slechter deden, omdat de leerkrachten van meisjes minder verwachten dan van jongens. Wat leerkrachten verwachten van kinderen, werkt door in wat kinderen doen. En dat kan je dus hierbij net zo goed zien. Zeker. Mag ik daarop reageren? Ja, zeker. Dat is ook zo. Ik denk dat wij, met ook linkse partijen, linkse politici, linkse ambtenaren, heel erg meegegaan zijn met het discours, met het idee van ja, het heeft te maken met de sociale kenmerken, met de buurtkenmerken, met de culturele achtergrond van deze kinderen. Dus het zal dan een paar generaties duren voordat dat probleem opgelost is. En dat vind ik vals. En eigenlijk eerlijk gezegd gevaarlijk. We zien dat er scholen zijn die wel in staat. Een van de beste scholen, binnen de top 10 beste scholen van Nederland, zien we dat ongeveer de helft van die scholen zijn met een multiculturele identiteit. Juist omdat er ruimte wordt gegeven aan de achtergrond van die kinderen. Het sociaal-cultureel kapitaal van die kinderen, die wordt niet weggeschoven, maar dat wordt juist hoog gewaardeerd. En ik denk dat wij als samenleving het sociaal-cultureel kapitaal van Amsterdammers met een multiculturele achtergrond echt meer tot de kern van onze samenleving moeten gaan plaatsen. Dat, ik denk dat dat echt de oplossing is. Dankjewel. Oké, okay. Straks verder. Ja, straks verder. Dat gebeurt dus heel vaak. Omdat het ook een voornaam is. Ja, dat is in mijn hoofd. Ik ga iets een beetje onbeschoft doen. En ik ga mijn aantekeningen erbij pakken op mijn telefoon. Dus ik ga af en toe spieken. Allereerst dank je wel voor de uitnodiging en het feit dat ik tussen jullie in mag zitten. Mensen die ook het echte werk doen. Wat ik vanavond eigenlijk wil, meestal als ik ergens spreek, dan wil ik ook zelf iets meenemen. Ik wil niet alleen zenden, maar ik wil ook terugkrijgen. Dus ik wil ook graag van jullie leren. Ik zal ook vragen stellen. Maar ik heb ook een aantal aannames en ik hoop dat ze kloppen. Ter voorbereiding dacht ik aan een groep. Wat voor mensen komen hierop af? Ik ben ervan uitgegaan dat het allemaal mensen die zich links noemen of links oriënteren. Dus ga ik er ook vanuit dat ik jullie niet hoef te overtuigen dat racisme bestaat. En dat racisme zich ook kan uiten op verschillende vormen. Ik ga er ook vanuit dat we niet post-racial of post-human zijn. En toch vind ik het belangrijk om te hebben over waarom het nou zo moeilijk is om over racisme te praten in Nederland. Simeon zei net al, we spreken hier al 40 jaar over etnisch profileren, over diversiteit op scholen, noem maar op. Maar waarom lukt het niet? Dat is ook een vraag die mij bezighoudt. En ik denk dat mensen die zich links oriënteren, inderdaad, die staan voor rechtvaardigheid, want dat is wat ik associeer met links, dat ze daar een antwoord op moeten bedenken. Dus ik wil graag gaan hebben over, oké, waar ligt het dan aan? Waarom kunnen wij niet het gesprek aan over racisme? Waarom verkrampen wij? Waarom kunnen we niet ideeën ontwikkelen? Hoe zit het online en offline? En dat heeft volgens mij heel erg te maken met de verandering die racisme of rasdenken gehad heeft in Europa en ook buiten Europa. Het ging voornamelijk eerst over openlijk racistisch zijn. De biologische kenmerken die gekoppeld werden aan een bepaalde groepering, die dan weer gekoppeld werden aan een hiërarchische rangordening in Europa. Witte mensen stonden aan de top en zwarte mensen helemaal onderaan. En daar zijn allerlei raciale ideeën op ontwikkeld, gaande jaren. Wat er vervolgens gebeurde is dat die raciale ideeën door decolonisatie en ook de civil rights movement en de anti-apartheidstrijd niet meer zo populair waren gelukkig. En dat we beland zijn in een tijdperk waarin dus je
racistisch gedragen of racistisch pletend of heel duidelijk openlijk racistisch zijn niet meer geoorloofd werd. Wat krijg je dan? Niemand is een racist. De denker Pamela Silva zegt ook van racist societies without racism. En racism without racist. Dus waar hebben we het dan over? Dus we zitten nu in een tijdperk waarin racisme eigenlijk moeilijk te duiden is. Het is vluchtig, het is eigenlijk overal, maar ook nergens. Als ik als student solliciteer op een baan en ik word afgewezen, krijg ik een hele nette brief. En dan ik kan wel gevoelens hebben, ik kan wel denken van er klopt iets niet, want ik voldoe aan een profiel of aan een baan, maar toch kan ik het niet bewijzen, want ik heb een nette afwijzing gekregen. Als bewoners van Amsterdam op zoek gaan naar een huisvesting en ze vervolgens een mail terugkrijgen dat de verhuurders of de bemiddelaar eigenlijk vindt dat mensen die met veel kruiden koken niet welkom zijn, dat vind ik interessant, want wat ga je dan zeggen? Dat is waar racisme nu over gaat. Niemand uit het direct. Het gebeurt online. Maar wat je vervolgens krijgt, dus we hebben een hele lange periode gehad waarin dus racisme eigenlijk niet plaatsvond. We waren het voorbij, dit doen wij niet met z'n allen. Vervolgens krijg je dat mensen zich gaan uitspreken. Dat mensen hun ruimte gaan eisen, politiek betreden, zichtbaar, actief zijn op tv, online, noem maar op. Dan merk je hoe conditioneel acceptatie eigenlijk is. Want zodra Sylvana zich uitspreekt, dan zie je hoe racistisch Nederland eigenlijk is. Dus dan is het, uiteindelijk is de conclusie dat het nooit weggegaan is. Het heeft altijd geleefd, het is undercover geweest. Hè? Dus het heeft altijd zitten broeden en het komt tot uiting. En ik denk dat het vaak ook te maken heeft als het gaat om de discussie tussen links en racisme. Ik zie geen onderscheid. Want voor mij, als zwarte vrouw met een vluchtelingenachtergrond, is links altijd linkse partijen, daar heb ik altijd naar gekeken, omdat ik ervan uitging dat zij stonden voor rechtvaardigheid. Helaas ben ik achtergekomen dat niet alle linkse partijen staan voor rechtvaardigheid. Dat zij ook heel erg, los van de openlijk racistische discours die wij hebben...